Op Open Monumentendag, vorige zondag, werd in de schaduw van het kasteel van Egmond in Zottegem een evocatie rond de figuur van Jan de Lichte opgevoerd. We zien ons eenmaal weer! Wij wouden dit per se op Open Monumentendag laten plaatsvinden, op de Open Monumentendag in het teken staat van muziek en woord. En wat die mensen hier doen is inderdaad een combinatie van muziek en woord. Het is een evocatie met muziek, met dans, met toneel over Jan de Lichte. Hup, en pas nou op, tadaa! Stoelingen! De Lichte, godverdomme! Jan de Lichte! We hebben ooit, in een ver verleden, dat wil zeggen voor de zomer, hebben we Jan de Lichte opgevoerd in Aalst. En onmiddellijk kwam van de stad Zottegem uit een voorstel om dat stuk hier ook in deze plaats te doen, in deze locatie, met dat prachtige kasteel in de achtergrond, wat eigenlijk hetzelfde stuk laat zien, maar met totaal andere, vernieuwde accenten. Die accenten spitsen zich uiteraard toe op de linken tussen Jan de Lichte en zijn geboortedorp Velzeke, een deelgemeente van Zottegem. Zo is er bijvoorbeeld de inval in het kasteel. Haal haar uit het kasteel! Jan de Lichte gaat hier wel over de tong. Iedereen kent Jan de Lichte ook vandaag nog. De verhalen van de bandiet die stal van de rijken om ze aan de armen uit te delen, dat is dus de fantasie. Het was helemaal niet zo, maar dat verhaal doet nog altijd de ronde. Executie. In jouw graf wil ik vergaan. Jeter le corps.